Wat is de enorme waarde van voelen dat je bent? Als ik dit filmpje opneem in november 2023, is dit mijn belangrijkste meditatie die ik ontvangen heb van de Oosterse mysticus Osho. En hij geeft mij zoveel dat ik het met jou wil delen. En Osho nodigt uit om te voelen dat je bent. Niet een zin in jezelf zeggen van ik ben, maar het voelen van jouw zijn, het voelen van ik ben. Je kunt het ook nu doen als je luistert naar dit filmpje. Dat je voelt, jij bent. En heel vaak lukt dat maar een paar seconden. Of 1 seconde. Maar dat maakt niet uit. Ook dat geeft je een glimp van je wezen. Na een paar seconden of na 1 seconde word je heel vaak weer afgeleid door iets wat je denkt of ziet of hoort. Waarbij als je voelt ik ben, dan kun je nog steeds ook waarnemen dat de zon schijnt of er regen is om je heen of dat je de wind waait om je heen of dat je het gezoem van de verwarming hoort als je die aan hebt staan. En als die geluid maakt. Maar het gaat erom om wat je ook doet, of waar je ook bent, dat je daarmee kunt experimenteren met zodra je je er bewust van bent, oh ja. Ik kan voelen wie ik ben. Dan voel je wie je bent. Bijvoorbeeld als je aan het lopen bent, als je aan het wandelen bent, maak je contact met het voelen ik ben. In dat lopen voel je dat. Of als je aan het zitten bent in een stoel, ik ben. Voor mij maakt dat dat op zo'n moment, als ik contact maak met ik ben, dan verdwijnen mijn gedachten. En omgekeerd, als ik mezelf weer pak in het opgedraaid zijn in gedachten, dan breng ik mezelf een heel aantal momenten per dag weer terug naar ik ben. En ik voel dan ook een neutraliteit op een bepaalde manier, een neutraliteit. Ik ben onderdeel van alles wat is ook. En dat brengt je in contact ook met jouw levensstroom. Met je zijn, met je puurheid van wie je bent. Puur de realisatie van ik ben. En ik vind dat zo belangrijk dat nu ik leef, voordat ik doodga, dat ik het contact heb met ik ben. Dat ik niet alleen maar hier ben geweest om dit te doen en dat te doen en dit te leren en dat te leren of daar naartoe te gaan of dat te zien, maar nu ik leef om ook echt te voelen, ik ben.
En dan voel ik ook dat het helemaal niet belangrijk is wat ik doe of hoeveel mensen ik ken of hoeveel diploma's ik heb of hoeveel inkomen ik heb. Natuurlijk is inkomen ook fijn om te hebben, maar daar gaat het allemaal niet om. Ik kan het niet uitleggen in woorden. Ik kan alleen als je daar, als dit met je resoneert, uitnodigen. En misschien doe je dit ook al. Doen is een beetje een raar woord. Maar misschien maak je al contact op diverse momenten van de dag met ik ben. Door te voelen ik ben je verbonden met het leven, met de eeuwigheid, met de eeuwige levensstroom. Als je de woorden van Osho wil horen over deze meditatie, die ik vanuit het Engels vertaald heb, dan kun je luisteren naar de aflevering 151 van mijn podcast Van Pijn naar Zijn, met als titel Grondingsoefeningen die je verbinding met de aarde herstellen. En deze podcast kun je beluisteren via Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean of via mijn website. Dan kijk je naar het kopje over mij en daaronder zie je staan podcast. En dan aflevering 151. Meer filmpjes over meditatie vind je in de link onder dit filmpje. En ik ben ook benieuwd naar jouw ervaringen die je kunt delen bij de reacties.